De vaccinaties gaan van start. Dat is natuurlijk goed nieuws. Maar hoe werkt het Pfizer-vaccin tegen het coronavirus eigenlijk? De buitenkant van het coronavirus is bezaaid met stekels. Deze stekels noemen we spike-eiwitten. Het virus gebruikt de spikes om zich te binden aan menselijke cellen en ze te infecteren. Het genetisch materiaal van het virus bevat de instructie om die spikes te maken. De Pfizer en de Moderna vaccins gebruiken dat stukje genetisch materiaal om je immuun te maken voor het coronavirus. Het coronavaccin is een mRNA-vaccin. mRNA is een genetische code, een soort recept dat je cellen gebruiken om eiwitten te maken. In het coronavaccin zit het recept voor het spike-eiwit van het coronavirus. Dat betekent dat het vaccin geen levend of verzwakt virus bevat, maar alleen een genetische code voor een klein stukje van het virus. Als je mRNA los in het lichaam spuit, valt het uit elkaar. Daarom zit het mRNA in het vaccin verpakt in een envelop van vetdeeltjes, die ook wel nanolipiden worden genoemd. Als het vaccin wordt ingespoten, botsen de vetdeeltjes tegen je cellen aan. De vetdeeltjes versmelten met de buitenkant van de cel, waardoor het mRNA de cel binnenkomt. De cel leest het mRNA-recept af en maakt er spikes van. Hierbij komt het mRNA niet in contact met je DNA. De aangemaakte spikes komen vrij in je lichaam. Hoewel de spikes je geen corona kunnen geven, zal je immuunsysteem toch meteen zien dat ze geen onderdeel van je lichaam zijn. Het immuunsysteem gaat aan de slag. Er worden meerdere immuuncellen opgeroepen om de spikes op te ruimen en de immuuncellen vermenigvuldigen zich. Tijdens dit proces maakt je lichaam antilichamen aan om de spikes op te ruimen. Daarnaast maak je geheugencellen aan. De geheugencellen onthouden hoe het coronavirus eruit ziet, ook nadat de spikes zijn opgeruimd. Zo kunnen ze snel in actie komen als je in de toekomst in contact komt met het coronavirus. Raak je na de vaccinatie besmet met het coronavirus? Dan hebben je geheugencellen direct door wat er gebeurt. Ze hebben de spikes van het coronavirus eerder gezien. Ze zullen razendsnel weer antilichamen aanmaken. De antilichamen gaan op de spikes van het coronavirus zitten en zullen het virus meteen neutraliseren. Zo word je niet ziek van het virus.